Mijn naam is Vin en welkom terug bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag zitten wij bij Peter's House en dit is dus een nieuwe horror game dat ik eens heb gevonden op het internet. En ja, het schijnt best wel eng te zijn en voor de rest weet ik er helemaal niks over, dus ja, we gaan gewoon play drukken. En... oh, phone rings, Steve. Oh shit. Hallo, this is Steve from Able Movers. How can I help you? Hi Steve, this is Peter. I need help with moving some boxes tonight. Sure, we can definitely help you with that. Can you give me a bit more information about the job? Yeah, I have a few boxes that I need to move on my new house. I will be out tonight, so the door will be unlocked. Okay, I can come over tonight and take care of it. Can you give me your address? Sure, my address is 619 Main Street. Great, I'll take care of everything. Is there anything else you need from us? No, that's all. Thank you so much, Steve. You're welcome, Peter. Have a good night. You too. Thanks again. Alright, we gaan dus naar Pieters huis en we zijn dus in een of andere verhuisding. Man, oh shit, wat de... Oké, dat zijn hele rare settings. Oh shit, we kunnen die deur ook gewoon recht openen. Oké, maar ja, we zijn dus zelf wel in Pieters huis, moeten dozen. Oh shit. This one says it must go to the kitchen. Maar waar de fuck is de kitchen dan? Dit lijkt me... Hallo? Oké. Maar... Oké, ik heb geen idee waar de kitchen is, dus... Dit is... nou, dat is zeker niet de kitchen. Is dit dan een kitchen? What the fuck? Er staat wel een koelkast hier, dus ik... Got to keep the... open box. This one says... Waarom de fuck zou je een kamer hebben waar alleen een koelkast in staat? Even serieus. Ja, we hebben deze deur nog. Jezus, man. Oh! What the fuck, ineens springt de tv aan. Oké, dat is... Dat is een beetje creepy. Maar waar de f... Nou, ik neem aan dat gewoon bij de koelkast van de... Oké, we gaan ervan uit dat dit de keuken is. Dus we pleuren gewoon deze doos gewoon hier. Ik zit nog wel hier mooi in het hoekje. Hoppa, kijk. Staat hij ook niet in de weg. Kan die tv ook uit? Het is echt zo... Hallo tv. TV. TV man. Kut tv. Oké. This one's... Bro, alles moet naar de keuken toe. What the heck. Nou, dan gaan we gewoon weer naar de keuken joh. We gaan gewoon lekker dozen slepen joh. Lekker joh. We zijn gewoon een mooie verhuizer dus. Kijk eens aan. Prachtig. Oké. Nou, dan gaan we nog een doos joh. Kijk, nog een. Doe de baby's bedroom, nou. Laten we hier nou de baby's bedroom zitten. Kijk eens aan. Ik vraag me wel af waarom er twee van die kruisen in de babykamer staan. Maar goed, dat zal wel weer voor niks zijn. Doe de bedroom. Waar was de bedroom ook alweer? Was dat hier? Dit was de bedroom toch? Ja, dit is de bedroom. Weer zo'n kruis. Kijk eens aan, wat beste verhuizer ooit hier hoor, jongens. Bedroom. Ik vind het wel echt de meest skere badkamer ooit. Het is letterlijk een wc en dat is het. Wat de heck man. Wat de... Maar oké. Weer de bedroom. Oké, nou. Pleur gewoon daarbij joh. Oké, nou. Ik wil deze deur trouwens wel weer even dicht hebben als dat kan. Ja. Okay. This one doesn't say where to place. Maybe I should open it. Open box. Oké. The betrayal of a friend, part 1. I never should have told my best friend about my wife. It was a moment of carelessness, a slip of the tongue. But what did that matter? He was just another person in my life who didn't understand me, who couldn't comprehend the power that I held. When he asked where she was, I casually replied that she was buried. He left it off, not realizing that I was that serious. But I knew I couldn't take any chances. Oké. The betrayal of a friend part 2. Excuse myself to go to the bedroom. But instead I went to the kitchen and found a sharp knife. It was easy enough to sneak up behind him and plug it into his back. He let out a pathetic gap before crumbling to the floor. I felt nothing as I watched him bleed out. He was just another obstacle that I had to remove. Another person who didn't belong in my world. Oké. We hebben hier ook een knife.
Is dat blood on the knife? I think I'll just leave this here. What the heck? Hallo? Oké, hoor, gewoon eens random voetstappen. Op dat moment zou ik al gewoon weer een box hier kunnen openen. Oh shit, wat is dit dan? There's a June inside and the wedding rings. Oké, wat hebben we hier? The end of a marriage. I couldn't believe it when she threatened to leave me. After all I've done for her, she had the audacity to suggest that we separate because of a silly little dog. It's not like I did anything that bad. Sure, I killed it. But it was barking too loudly. And it was really starting to piss me off. And it's not like I haven't killed small animals before. Pigeons, rats, what's the difference? But she couldn't handle it this time. She caught me in the act, holding the dog's ear in my hand, like some of sort of trophy. That's when she threatened to divorce me. What the, oh, ik kan het trouwens nog verder lezen. The death of a marriage. I couldn't let her leave me. I had to make her understand that I was in control. Now whenever I took a look at a ring, I'm reminded of how powerful I am. Oké. Nou, geweldig. Ja, laat het daar maar gewoon achter, joh. Oké, nou. Oh god, wat de heck. Dit is de living room, I guess. Of is... Nee, voor mij is dit de living room. Maar wat de heck, dat licht ineens, man. Doe de ouder eens even mee op. Got to keep moving boxes. Yeah, let's do it. To the dining room. Nou, dit is dan de dining room. Nou, geweldig. Pleur maar in. Weer dining room. Nou, geweldig. Pleur hem gewoon hiernaast. Hoppakee. En dan hebben we weer de bedroom. De geweldige badkamer. Oh, dat is niet hier. De geweldige badkamer met één wc en voor de rest helemaal niks. Ik snap niet waarom je dat echt een badkamer kan noemen, maar goed. Dat zal wel. Nou, het ziet er aardig op. Oh, nou, weer een box die we kunnen openen. En we hebben hier een bril. Wat staat hier? De snoep, part 1. I was sure I have covered my tracks. But her sisters were getting suspicious. One of them came to speak to me in person. Sensing that something was not right. She kept crying and asking too many questions. So I had to take action. I couldn't risk her snooping around, so I had to think fast. I tried to convince her that my wife was away on a trip and wouldn't be back anytime soon, but she wasn't buying it. She started getting too close, asking too many questions. In a moment of frustration, I grabbed a heavy object and struck her over the head. Her glasses flew off her head. She crumbled to the floor, groaning in pain. She lay there, gasping for air, grasping at her throat. I could feel her struggling beneath me as I squeezed the life out of her. Het was een small victory. Wat de heck is er mis met deze fucking bieden, man? Waarom de fuck zouden we op dit moment gewoon niet denken van, misschien moeten we weggaan? Nou, we hebben heel veel de baby's bedroom. Dan vraag ik me af, waar de fuck is die baby dan? Is hij überhaupt een baby? Wat de heck, man. Nou, we hebben nog een paar dussen. Nou, de kitchen weer. Nou, geweldig. Geweldig. Nou, pleur maar neer. We hebben nog één box, oké. En dan moet naar de living room, alright. Oh nee, dat is niet deze, dat is daar. Oké. Got to keep moving boxes, maar er is niks meer. Er is echt letterlijk helemaal niks meer. Ik heb alles al gedaan, of heb ik iets fouts gedaan misschien? Dining room. Oh, all the work make me thirsty. I should get to something to drink before I leave. Nou, laten we dan even naar die koelkast gaan. I bet he won't mind if I take some of his juice. Time to go. Wat de heck, man. Ik vraag me echt af wat deze gedachte van die man zijn. Oké, alle deuren. Wat de heck. Hey. This one doesn't say where to place. Maar dat boeit me helemaal niet. Oh, nou, de deur is open. Oh, wat? I think I'll just leave the house, maar dit was er hier eerst niet. Oh, of, hallo? Oh boy, wat is dit dan weer? Hallo? Nee, we zitten in een of andere loop. Oké, dit vind ik niet leuk. Oh god. What the heck? Oh boy.
Hallo, telefoon? Oh, wat de heck? Shit, the lights are out. I hope my phone's battery didn't die. Come on, come on, come on, come on. Here, I can at least see where I'm heading now. What the heck? Hallo, telefoon? Oh, what the fuck? What the heck? What the fuck is going on here? Oké, dit is nou niet... Oké, dan. Hallo, telefoon? Koelkast, wat de heck? Oké, hier zit ook ineens gewoon een deur. Oh ja, wacht, dat is van de wc, maar... What the fuck? Waar de fuck is die kuttelefoon nou? Hallo, telefoon? Telefoon. Oh. Kut tv. Hallo, telefoon? What the fuck? Ik heb echt kippenvel, jongens. Dit vind ik echt niet leuk. Oh god, waarom is deze gans al lang? Waarom is deze gans al lang, jongens? Telefoon? What the fuck? Hello? Hello? What do you want from me? Your job has to just move the damn boxes, not to open them. Oh shit. Oh fuck. Hello, Peter? Het is niet wat het lijkt. Well shit. And we done. Support this project by rating 5 stars on the review. Weet je, dan moet ik weer helemaal inloggen. Nou, weet je, dat doen we lekker niet. Maar mensen, ik bedank je voor het kijken. Ja, dit was Peter's House. Ja, het was wel een geinig spelletje. Kort maar krachtig, toch? Ja, dat is wel een geinige vibe. Ja, nou mensen, dank je heel veel zeer allemaal voor het kijken naar deze video. Dus abonneer mijn kanaal als je niet hebt gedaan. Like deze video. Druk op een belletje om op de hoogte te blijven. Nummer 1 is zeggen mensen. En dat is adios.